Hallo dames en heren, vandaag weer een nieuwe aflevering van Mark's Rage Games. Zo heb ik het maar genoemd. Vandaag speel ik Cat Mario. Het is een Chinees spelletje. Zoals jullie hier al staan, hier staat Play Game. Hier staat Nashi Bami Panghang. En hier staat bestel hier je nasi tafel voor 4 personen. We gaan beginnen. 3 levens. Oh god. Ja, geef me nu het spelletje. What the fuck? Centjes. Heel centjes. Dat is niet aardig. What the fuck? 1 leven? Hoezo 1? Ik had er net 3. Haha, motherfucker. Nul levens, wat gebeurt er dan? Oké. Ik kan vliegen. Nee. Moet ik hier dan in? Wat de fuck? Wit. Huh? Hallo, waar ben ik? Dat was echt niet. Flikker maar al. Daar gaat niet in. Oh. Je. Ik moest het spelletje trouwens spelen van Paki. Nee! What the fuck? Die paddenstoel ziet er een beetje down uit. Moet je opletten. Moet je even opletten, hè? Moet je even opletten. Die kat die kan wel vliegen als een gek, jongen. Nee, nu. Ik sprong! -5. Ik word een beetje gek van dit liedje. Spring. Baboom. -6. Go, je kan het, Cat Mario, je kan het. Waar kom jij vandaan? Wee. Je bent me door gehersenspoeld, man. Dit is net Nying Cat. Godzonder. Dat was niet aardig, hè? Dat was helemaal niet aardig. Trol. Laat ik weer mijn muis in het scherm staan. Ja, ik weet het, ik ben heel slim, ja. Bam, bam, bam.
Nee, ja, goed zo, braaf. Braaf katje. Hoppa, pak hem. Hij doet de shuffle, kijk. Who's the boss? I'm the boss. Who's the boss? I'm the boss. Kijk hem gaan, jongen. Moonwalk. Nee, 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 die lamp voor mijn nek. Doei. Oké, ik ga tot de 15. Ja, lek voor je, pannenkoek. Dat ding kan niet goed springen of zo. Ik dacht dat de kat maar 9 levens had. Wat ben jij voor kat? Mario, kat. Je bent helemaal niet kat. Is me nou te beledigen? Verdomme. Oké. Loop, loop! Trol. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was het weer voor deze episode. Volgende keer meer. Doei!